We zijn hier in het Afsluitdijk Waddencenter en we zijn aan het begin van de expositie. En hier laten we de stormen zien die de afgelopen eeuw ons land hebben geteisterd. Waarom die Afsluitdijk zo belangrijk is. Hij is natuurlijk al flink wat jaren oud. En het wordt tijd dat we er toch wel iets aan gaan doen om te zorgen dat hij nog wat steviger wordt om de echte stormen te kunnen weerstaan. Bij het monument komen nog steeds heel veel bezoekers, het is hartstikke druk. Maar werd er gemerkt dat er toch behoefte was aan meer informatie inderdaad over de Afsluitdijk. En het Waddencentrum is er speciaal voor gebouwd om mensen te vertellen over de toekomstplannen met de Afsluitdijk. Je moet dit zien als dat dit de dijk is en helaas ligt nog de snelweg. Dus, en hiermee gaan ze dus een stuk eroverheen leggen om hem echt overslagbestendig te maken. Okay. Het gaat ook over de omgeving rondom de Afsluitdijk. Waddenzee is daar één van. UNESCO Werelderfgoed en ook graag willen wij onze bezoekers wijzen wat voor prachtig gebied dat is. En wat dan ook nog eens vanuit de Waddenpoort bij Den Oever ook nog te aanschouwen is. Ja, dit hadden we nog niet gezien. Het was, eens kijken wat dit allemaal geworden is. En het ziet er prachtig uit allemaal. Geweldig uitzicht natuurlijk op de Waddenzee en zo. En dat is natuurlijk een geweldige plek natuurlijk om te vogelen bijvoorbeeld. Komt vanuit de Waddenzee komt er zoutwater en vanuit het IJsselmeer zoetwater en dat stroomt hier langs elkaar. En dan gefeliciteerd, ik heb stroom opgewekt. We hopen dat mensen hier vertrekken met het gevoel dat ze wat kennis hebben opgedaan. Dat ze vooral enthousiast zijn over de Afsluitdijk en dat ze wij een beetje als Poort Noord-Holland zien. En dat ze ook daar enthousiast naartoe gaan om de regio te verkennen.